Hi. Ik had gisteren op Instagram gevraagd of mensen het leuk vinden als ik ook mijn oefenfilmpjes op YouTube zet of online zet. En dat vonden veel mensen leuk. Ik had heel veel leuke reacties gekregen. Maar ik dacht, het is een beetje raar als ik opeens ga beginnen. Dus misschien moet ik even een soort van intro video doen. Ik had gevraagd of mensen leuke vragen voor me hadden. Nou hadden er niet. Het was denk ik 3 uur geleden. Dus ik denk dat er hier mensen gereageerd hebben. Maar ik heb zelf wat in elkaar gescheept. Nou ja, wie ben ik? Ik ben Julia van Rijn. Ik ben 22 jaar en ik woon in Den Haag. Waarom ben ik opeens gaan vloggen? Ik ben altijd al met fotografie bezig geweest. Sinds ik klein ben vind ik dat gewoon super leuk. En ik merkte sinds ongeveer 1 jaar geleden dat ik video's ook heel interessant vond. Dus ik vond, ik keek naar Jon Olsen. Ik weet niet of jullie die kennen, maar die maakte hele gave video's en vlogs van zijn reizen. En dat vond ik gewoon heel leuk om te kijken. Maar ik vond het ook heel interessant hoe dat eigenlijk gemaakt zou worden. Dus het gaat me niet alleen om het filmen, maar het editen ervan lijkt me ook gewoon super leuk. Nou ja, ik was altijd een beetje te verlegen en ik werd redelijk awkward alleen al van het idee dat ik dus dit zou gaan doen. En ik dacht, niemand vindt het interessant. En het was eigenlijk niet echt een optie. En nu ga ik dus op reis. Op 2 februari ga ik 3 maandjes weg. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon fucking leuk. Ik ga dit gewoon filmen. Het lijkt me hartstikke leuk om te doen. En daarnaast vindt mijn familie het best wel eng dat ik wegga. Dus ik denk dat die het heel leuk vinden als ik af en toe een filmpje online zet. En dat ze kunnen zien dat ik het hartstikke naar mijn zin heb. Wat doe ik in mijn dagelijks leven? Ondanks dat ik ben afgestudeerd in industrieel productontwerpen, was dit niet echt mijn ding. Dat merkte ik eind tweede jaar. Ik vond het eigenlijk, ik had heel erg het gevoel dat het creatief was in het begin. Dat was ook het eerste jaar en daarna werd het heel technisch. Maar ik heb het toch afgemaakt met het idee. Dan heb ik een diploma. Dit raad ik overigens niet aan. Maar daarover misschien een andere keer meer. Ik had daarna besloten om een tussenjaar te nemen. Omdat ik al heel lang eigenlijk buiten Europa wil reizen. En met mijn familie heb ik dat nooit gedaan. Dus ik dacht, ik ga 1 jaar sparen en dan ga ik op reis en dan zie ik daarna wel weer verder. Nou, vervolgens kwam er iets heel randoms op mijn pad. Iets wat ik nooit had verwacht terwijl ik aan het afstuderen was dat dat zou komen zo snel. Maar toen ben ik dus mijn eigen bedrijfje begonnen in fotografie en social media beheer. Nou ja, hoe dat op mijn pad is gekomen, ook dat vertel ik wel een andere keer. Maar ja, daar ben ik het afgelopen jaar mee bezig geweest. Ik heb nu 3 grote klanten eigenlijk waarvoor ik dat doe. En daar verdien ik ook mijn centjes mee. Hier verdien ik niet alleen mijn geld mee. Ik heb ook nog 2 bijbaantjes. Ik werk bij mijn moeder in de winkel. Die heeft een cadeauwinkel in Den Haag, Cadeau om de Hoek. En ik werk als vrijwilliger. Ik krijg wel vrijwilligersbijdrage bij de tennis achter de bar. En zo spaar ik eigenlijk voor mijn reisje. Wat is mijn passie? Nou ja, ik denk het maken van content. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. Maar ik merk dat ik heel veel verschillende dingen leuk vind. Dat is allemaal begonnen bij fotografie. Maar zoals ik nu dus vertel, ik vind video's maken ook nu heel interessant. En ja, ik vind het fucking leuk om daar heel veel video's over te kijken. Hoe ik dat moet editen en zo. Maar ook, het lijkt me ook heel leuk om menukaarten voor restaurants te ontwerpen en zo. Alleen heb ik daar dan ja, nog weinig ervaring mee. Maar fotografie in combinatie met video en grafisch ontwerpen, dat is wat ik heel leuk vind om te doen. Ik kan denk ik ook wel zeggen dat het mijn passie is. Want ik heb alle Adobe-programma's heb ik eigenlijk geleerd door YouTube-video's te kijken. Dat doe ik eigenlijk heel vaak. Ik heb heel Photoshop, InDesign, nu Premiere Pro. Ben ik allemaal aan het leren gewoon video's kijken, nadoen. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Wat zijn mijn toekomstplannen? Nou, nu allereerst op reis. Ik heb alleen een ticket heen geboekt, omdat ik nog nooit buiten Europa ben geweest. Ik heb geen idee hoe ik het ga vinden. Misschien denk ik na een maand, het is niks voor mij. Dan ga ik dus terug. Maar het plan voor nu is 3 maanden op reis.
En wat ik daarna ga doen, weet ik eigenlijk niet zeker. Ik wil Hava Creations weer oppakken. Dus ik ga meer opdrachten zoeken, zodat ik hopelijk minder de bijbaantjes kan doen. Omdat ik dit het allerleukst vind om te doen. Dus daarin ga ik proberen te groeien. En ik wil eigenlijk nog een studie doen. En dan geen hele studie, maar kijken of ik een deeltijdstudie kan doen die relevant is voor het werk dat ik nu doe. Dus ik zit te kijken naar Volk Academie. Die heeft een soort deeltijdstudie waarbij je allemaal vakken kan volgen. Maar who knows, weet je? Nou ja, dit is even heel kort wat ik nu doe, wie ik ben, wat ik leuk vind, wat ik ga doen.